Ik ben Evelien Tonkens. Ik ben hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek. Ik ga het hebben over gelijkheid. Is er een relatie tussen corona en Black Lives Matter? Op het eerste gezicht niet. Corona is een virus dat ons allen kan treffen. Black Lives Matter gaat over het lot van zwarte mensen in Amerika en daarbuiten. Maar ik ga betogen dat er wel een relatie tussen corona en Black Lives Matter is. En die relatie heeft te maken met gelijkheid. Aanvankelijk leek het erop dat corona een grote gelijkmaker zou zijn. Iedereen over de hele wereld had ineens met hetzelfde virus te kampen. En iedereen kon erdoor getroffen worden. Er was ineens een enorme lotsverbondenheid van allen met allen. Van Sydney tot Reykjavik, van Toronto tot Johannesburg. Iedereen werd bedreigd door hetzelfde virus. Maar al snel bleek dat corona het omgekeerde effect had. Dat ene virus had voor verschillende mensen zeer uiteenlopende consequenties. Niet zozeer doordat sommigen ziek werden en anderen niet, maar vooral doordat kansen om door het virus getroffen te worden ongelijk waren. Oude en zieke mensen werden veel meer getroffen immers. Slecht behuisde, dicht op elkaar wonende mensen werden ook meer getroffen dan rijken in een villa. En bovendien, de maatregelen die regeringen namen om het virus in te dammen, troffen mensen heel ongelijk. Tijdelijke krachten, oproerkrachten, dagloners en migratiearbeiders verloren vaak door lockdowns van de ene op de andere dag hun baan en hun inkomen. De gezondheidszorg van veel landen was er niet op berekend, van sommige landen wel. Sommige regeringen creëerde vangnetten en compenseerde verliezen. Anderen niet. En daarmee werd juist door corona zichtbaarder dan voorheen dat de ongelijkheid enorm is. Ongelijkheid tussen en binnen landen. Tussen rijke en arme landen en tussen goed en slecht bestuurde landen. En ongelijkheid binnen landen tussen rijke en gevestigde mensen versus arme mensen met een onzeker bestaan. Ook werd duidelijk dat witte mensen gemiddeld harder werden getroffen dan mensen van kleur. Natuurlijk was de gruwelijke dood van George Floyd de aanleiding voor Black Lives Matter. Maar het is niet de eerste keer dat een zwarte Amerikaan door politiegeweld om het leven komt. Het was ook niet de eerste keer dat dit tot rellen en protesten leidde. Het was wel nieuw dat dit protest zo snel mondiale vormen aannam. Dat men ineens op heel veel meer plaatsen dacht: het lijkt alsof we gelijk behandeld worden en gelijk getroffen, maar dat is niet zo. Het mondiale protest tegen racisme is ook een mondiaal protest tegen ongelijkheid. Ongelijkheid is sowieso de afgelopen jaren weer in toenemende mate als maatschappelijk probleem op de politieke agenda geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan het spraakmakende boek van de Franse econoom Piketty. Weinigen zullen zijn boek echt gelezen hebben, maar velen kennen wel de belangrijkste boodschap ervan. Ongelijkheid is een groeiend probleem. Maar wat is ongelijkheid precies? En naar welke gelijkheid streeft men dan? Gelijkheid heeft in het dagelijks spraakgebruik meestal twee betekenissen. Gelijke kansen en gelijke uitkomsten. Gelijke kansen zijn op veel plaatsen in de wereld een erkend ideaal. In westerse democratie is het zelfs een tamelijk onomstreden ideaal. Van links tot rechts is men ervoor om iedereen gelijke startkansen te geven. Men debatteert vooral over hoe je dat kunt doen. En de kritiek van bijvoorbeeld Black Lives Matter is dat er te weinig werk van gemaakt wordt. Dat gelijke kansen weliswaar met de mond beleden worden, maar dat er in de praktijk nog weinig van terecht komt. Zwarte mensen hebben feitelijk veel minder kansen, of het nu gaat om onderwijs, huisvesting, werk of levensverwachting. Ze hebben ook een grotere kans om door de politie aangehouden te worden en zelfs vermoord. Gelijke uitkomsten is een veel minder breed ideaal. Het is meer iets van politiek links, waar politiek rechts bedenking bij heeft. In discussies over ongelijkheid blijft de kwestie van ongelijke uitkomsten daardoor vaak in de lucht hangen. Laten we nu eerst maar eens echt zorgen voor gelijke kansen, is dan de gedachte. Het is al een hele kunst als dat lukt. Eerst maar eens zorgen voor een eerlijke wedstrijd. Dat zo'n wedstrijd winnaars en verliezers heeft, dat spreekt vanzelf. Maar
Eerlijk verliezen is niet zo erg. Veel erger is het geen kans te hebben gehad om te winnen of te verliezen. Dat is de dominante gedachte en dat is ook wel zo praktisch, want gelijke kansen zijn er inderdaad nog lang niet. En zo kunnen rechts en links elkaar nog jarenlang vinden in een ambitieuze politieke agenda. Er is dan overigens wel een pijnpunt dat onbesproken blijft, namelijk talent is ongelijk verdeeld. Ook een eerlijke wedstrijd kent maar één winnaar en talloze verliezers. En mensen met weinig talent, bijvoorbeeld vanwege een laag IQ, behoren in een eerlijke wedstrijd altijd tot de verliezers. En zullen dus in hun leven keer op keer verliezen. Bovendien vergroten na elke wedstrijd de kansen van winnaars en verkleinen de kansen van verliezers. Want wie door talent en hard werken meer inkomen heeft, kan geld steken in dure huiswerkklassen voor zijn kinderen, die daardoor toch meer kansen hebben op een goede opleiding en goed betaald werk. Gelijke kansen kunnen dus pijnlijk ongelijke uitkomsten produceren, doordat sommige mensen vaak winnen en anderen altijd verliezen. De afgelopen decennia is veel beleid gericht geweest op economische vooruitgang. Gelijke kansen waren hoogstens in beeld om te bevorderen dat individuen in eerlijke competitie konden treden met medeburgers. De coronacrisis plaatst ongelijkheid weer op de agenda. Hetzelfde virus treft ons immers heel ongelijk. Het versterkt de ongelijkheid binnen en tussen landen. Het roept de vraag op hoe meer gelijkheid te bereiken is en of het alleen dan om gelijke kansen gaat of ook om gelijke uitkomsten. Die vraag hebben de coronacrisis en Black Lives Matter prominent op de agenda geplaatst. In het komende decennium moeten we daar nieuwe antwoorden op vinden.